Roselien Daan is vandaag geïnstalleerd als de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur. De installatie is gedaan door onderwijsminister Marie Levens. Daan gaf aan dat het beleid op het directoraat in overleg met het personeel zal worden uitgevoerd. Ze vindt iedereen op het directoraat even belangrijk. Daan benadrukte dat ze geen directeur is geworden om mensen broodeloos te maken. Maar ze wees het personeel er ook op om niet te proberen haar broodeloos te maken. De nieuwe directeur draagt gelijkwaardigheid en respect hoog in het vaandel. Ook wil ze niet horen wat de vorige directeur allemaal heeft misdaan. Ze verwacht dat het personeel zich inzet om het directoraat de plek van oudsher te geven. Hoe gaan we een bijdrage leveren? Ik zie mijn geachte personeelsleden aanwezig. U heeft belangstelling getoond. Dat is al een goed begin. Maar laat het niet zo zijn, dat is mijn motto. Altijd op de werkplek. Kom niet aan het werk om die stoel warm te houden. Dat is geen kunst. Kom aan het werk om te werken. Steen voor steen, wees als stoontjes zo. Look over de stoon en grondje. Maar de mekapresie mooi. Dus ga er niet vanuit dat jouw bijdrage te klein is. Ook die bijdrage is van belang en wordt van harte verwelkomd. Minister Levens heeft de nieuwe directeur geadviseerd om te werken aan de eenheid onder het personeel. De bewindsvrouw zei dat het belangrijk is om te luisteren naar de mensen die al lang op het ministerie werken en ervaring hebben met cultuur. Want ze hebben die ervaring en ze kunnen ons helpen en ze kunnen ons sturen en ze kunnen ons richting geven in welke kant de cultuur op moet gaan. Dat is de afspraak die we met elkaar hebben. We gaan eerst luisteren en we gaan samen. Natuurlijk heeft zij haar opvattingen over cultuur. Natuurlijk heeft ze dat. Maar er zijn zoveel opvattingen hier, zoveel ervaring. En we gaan leren luisteren. En we gaan samen met u allen, gaan wij dit directoraat weer maken tot wat het vroeger geweest is. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze sprak vandaag bij de installatie van Roselien Daan als de nieuwe directeur van Cultuur.